Ja, vandaag hebben we wel een heel speciale auto bij ons. Het gezegde luidde wel eens de Chinezen komen, maar nee, de Chinezen die zijn er al. En wel in vol ornaat, want maak kennis met deze 5,21 meter lange Hongqi E-HS9. Leuk dat je weer kijkt naar een video van autorij.nl. Ik ben Max Veldhuis en vandaag gaan wij een stukje rijden met dit, ja, monster van een apparaat. Ja, want waar komt die naam Hongqi vandaan? Misschien is het wel leuk om even wat achtergrond te vertellen. Want Hongqi, ja, zoals je het schrijft zou je misschien zeggen Hongqi. Maar nee, het is echt Hongqi. En Hongqi staat voor rode vlag. En rode vlag, ja, dat is natuurlijk het symbool van communistisch China. En de achtergrond van Hongqi is dan ook dat het merk van oudsher een auto is waar de hoge heren van de communistische partij van China hun rondjes mee reden. Vaak gechauffeerd natuurlijk. Nou, in dit geval hebben wij de chauffeur niet bij ons. En ik zit ook niet hoog in communistisch China. Maar wij hebben dus wel nu vanaf dit jaar de beschikking over de Hongqi in onze westerse wereld. Je ziet dus ook, dat is wel grappig. Dus we gaan er even een rondje om de auto heen lopen. Je ziet hier ook een rood detail over die motorkap. En ja, dat is natuurlijk een verwijzing naar die rode vlag. Verder natuurlijk de enorme grill. Ja, het is je misschien vast al opgevallen. Maar dit is eigenlijk gewoon de Chinese Rolls-Royce Cullinan. Kijken we vervolgens even naar de koplampen. Dat is ook nog wel een leuk detail om te benoemen. Hier zit de dagrijverlichting. En dan een laag hieronder zitten de daadwerkelijke koplampen. Die tweedeling die zien we natuurlijk vaker. Nou ja, als je dan vervolgens kijkt naar het uiterlijk. Dan zou je misschien op het eerste gezicht niet zeggen dat je hier met een elektrische auto van doen hebt. Hieronder... Ja, zit geen grote motor, maar ja, er zit echt een elektrische aandrijflijn in deze Hongqi. Twee stuks, twee elektromotoren, eentje op de vooras, eentje op de achteras. En in dit geval goed voor een vermogen van maar liefst 551 pk. Maar ja, je hebt hier dan ook te doen met een behoorlijk gewicht aan auto. 2705 kilo om precies te zijn, rijklaar. Leeg weegt die 2605 kilo, iets minder, maar nog steeds natuurlijk een behoorlijk gewicht. Nou ja, met dit vermogen... kom je best een aardig eind. 0-100 in 4,9 seconden bijvoorbeeld. Nou, dat is voor zo'n enorme auto best knap. En ja, dan is natuurlijk, dan vraag je je denk ik vast af, hoe ver kom je dan op één acculading? Dat is natuurlijk altijd de hamvraag bij dit soort auto's. Maar die vraag gaan we straks beantwoorden. Eerst wil ik je nog even het interieur laten zien van deze Hongqi E-HS9. Maar dat is ook best wel bijzonder. Ja, van buiten is de Hongqi E-HS9 imposant, maar van binnen is die dat net zo. Ik ga hier zitten op een stoel die echt ontzettend comfortabel is. En je ziet het hier achter een kussentje, waardoor je tijdens het rijden... Ja, je kunt je gewoon heerlijk ontspannen. Je wandt je haast in een massagesalon. En toevallig heeft deze Hongqi E-HS9 ook stoelmassage. Geventileerde, verwarmde voorstoelen, stuurverwarming, ja... Alles zit hier wel op deze uitvoering. Want ja, we zitten hier in de President uitvoering van de Hongqi E-HS9. En die President uitvoering, dat is echt meteen de allerdikste versie die je kunt krijgen. Nou, moeten we natuurlijk even, hè, het is een Chinese auto. Dan moeten we gewoon even kijken in het interieur, hoe zit dat in elkaar? Klopt het een beetje qua afwerking? Ja, dat klopt zeker wel. Je merkt gewoon dat alles robuust aanvoelt. En hier op de middenconsole zie je dus een laagje hout en... Dat doet eigenlijk een beetje denken aan het achterdek van een speedboot. Wel heel smaakvol gedaan en het is volgens mij ook echt fineer, dus dat ziet er goed uit. Verder gewoon, ja, leren bekleding op de deuren, op de middenarmsteun. En ook hier loopt die rode lijn van de rode vlag, loopt dus eigenlijk door het interieur. Dat is wel heel grappig. Verder, ik zal hem even starten. Gaat de stoel even naar voren, hè? Dan komt het stuur naar je toe. Dus dan zet hij hem eigenlijk terug op jouw stand. Wel heel fijn. En dan heb je hier gewoon een heel breed scherm. Het doet een beetje denken aan het hyperscreen van Mercedes-Benz in de EQS. Nou, in het geval van deze Hongqi E-HS9 heb je in het midden een touchscreen. Nog een kleine scherm voor je klimaatcontrole. En hiervoor je een digitaal instrumentarium. En dat kun je bedienen via de knoppen op het stuur. Moeten we wel even de opmerking maken dat sommige dingen een beetje omslachtig gaan.
bijvoorbeeld de spiegelverstelling, daar moet je voor in een minuutje duiken. En er zitten niet hier op de deur gewoon een paar knopjes om dat te doen. Ja, dat zijn van die dingen waarvan we dan denken van ja, dat had misschien net wat intuïtiever, net wat makkelijker gekund. Maar over het algemeen, qua gadgets is die er wel hoor, deze Honchi EAS9. En het moet gezegd worden, de touchscreen, het werkt gewoon allemaal goed, het werkt snel. Je hebt gewoon Apple CarPlay hier in je breedbeeldscherm. Dus wat dat betreft wel goed voor elkaar. En wel grappig, ook de voorpassagier heeft dus gewoon de beschikking over zijn of haar eigen entertainmentfuncties. Leuk voor op lange ritten. Eigenlijk zijn we wel heel tevreden hier. Het zit lekker, het zit comfortabel. Ook op langere stukken heb je echt niks te klagen wat dat betreft. En ja, ook als je gewoon in de auto zit, je voelt ook gewoon dat je echt met een grote SUV onderweg bent. Als je over die lange motorkap kijkt, ja, het is wel heel imposant hoor. Ik reed net hier mijn rondjes door een klein dorpje en nou, dan is het echt haast alsof je een vliegtuigschip door een slootje probeert te sturen. Hij is niet alleen groot, hij voelt ook zo aan. Gaan we nog even naar achter, dat is misschien ook wel leuk om even te bekijken. Ja, want achterin, daar komt de 5,21 meter lengte van deze EHS9 echt goed tot zijn recht. Dan moet je kijken hoe ruim ik hier zit. Ik zit gewoon achter mezelf. Ik ben 1,86 meter lang en ik kan mijn benen gewoon helemaal zo uitstrekken tot onder de stoel. Maar dat is nog niet alles, want ik kan deze stoel hier achterin elektrisch verstellen. Jazeker, dit is gewoon een luxe limousine haast. Het enige nadeel is wel dat ik de stoelen alleen maar naar voor en naar achter kan schuiven en de rugleuning kan verstellen. Ik kan hem niet de zitting kantelen. Dus je instelmogelijkheden zijn wel beperkt, maar goed, het is al heel mooi dat hij dat heeft. En ook hier geldt verwarmde en verkoelde stoelen achterin. Dat zien we ook niet overal. En je kunt hier natuurlijk ook gewoon als achterpassagier je eigen klimaatcontrole regelen. Dus ook dat is top voor elkaar. Zoals je kunt zien, twee grote captain chairs hier achterin, ook weer met zo'n kussentje. Ja, dat is wel echt heerlijk hoor. Hier achter mij zitten ook nog twee kleinere stoelen, waardoor je deze Honchi EHS9 een zeszitter is. De overige twee uitvoeringen die onder de President staan, dat zijn zevenzitters. De President, dat is echt een zeszitter, die is er ook alleen als zeszitter. Dus die twee achterste stoeltjes, die krijg je er altijd bij. Voor volwassenen is dat wat minder lekker zitten, maar kinderen kun je daar uiteraard prima meenemen. Hebben we verder nog dit hele lange panoramadak, wat ook open kan aan de voorkant. Ook fijn natuurlijk en zorgt voor lekker veel licht in het interieur. En dat mag ook wel, want ja, dit is een vrij grote balzaal, kun je eigenlijk wel zeggen. Nu natuurlijk nog even de bagageruimte even bekijken. Dit is wel echt goed voor elkaar. Zo ruim zien we ze zelden. Kinderslot! Ja, ook qua bagageruimte heb je in deze Honchi EHS9 echt niks te klagen. Ik doe even de kofferbak open. Uiteraard elektrisch, zoals het hoort in een SUV van deze klasse. Ja, en dan zie je het eigenlijk al wel. Dit is echt extreem ruim. En wat ook fijn is, is dat je dus de auto hier, kun je hem omhoog of omlaag doen. Met de luchtvering. Luchtvering rondom. En dan kun je dus makkelijker je spullen inladen. Nou goed, hier heb je verder nog zaken als een aflegvakje voor je laadkabel. Ook prettig. En je kunt de stoelen elektrisch laten zakken. Maar dan moeten we wel bij opmerken, als je de stoelen laat zakken, en dat kunnen we wel even doen, dan gaan de stoelen die ervoor staan, gaan dan niet mee naar voren. Dus, hier zie je het al, je komt in de knel. Ja, daar is dan net niet, en dan kan ik hem niet meer terug doen. Dus daar is net niet helemaal lekker over nagedacht. En daarin zie je toch wel dat, kijk, merk als BMW of Mercedes zal dit niet gebeuren. Dus wat dat betreft, dan merk je wel in dat sommige dingen nog net niet helemaal uitontwikkeld zijn eigenlijk. En daarvoor gaan we nu even plaatsnemen achter het stuur en een stukje rijden. Want ook bij het rijden blijkt dat sommige dingen aan deze Honchi EHS9 nog wel net even wat beter kunnen. Ja, en zoals je kunt zien zit ik hier niet alleen in de auto, maar naast mij, jullie wellicht wel bekend, Bart
Hey. Hi Bart. Ja, hey, ja nou, leuk Max. De band, ja. Ja, nou ja, jij had hulp nodig om deze auto te filmen. En jij kwam mee voorrijden. Ik dacht van, hey, die heeft een Cullinan bij. Ja, wel een lel van auto, hè? Ja, maar het is dus een Chinese Cullinan, kennelijk. Ja. De Honky, hè? Niet ja. Honky. Nee, mensen zeggen Honky, hè? Ja, er werd ook een keer iemand in de comments die zei Honky. Nee, echt. Honky. Honky. Ja, nou ja, dus vandaar dat ik even naast zit, want ik wil hem ook wel ervaren. En, ja. Nou, hij is wel super stil. Ja, stil, hè? Ja, het is echt ook wel echt, qua rijden is het wel echt een boot. Misschien voel je het ook wel een beetje, dat comfort van die luchtvering rondom. Hij deint. Ja, enorm. Ook hier gaan we even een drempel over en dan voel je bijna niet. Nee, het is echt super comfortabel. Maar hoe rijdt het nou? Ja, ik heb hem vanmorgen opgehaald en ik stapte in. En het eerste wat je kijkt dus uit over die grote motorkap. Ja, is echt immens gewoon. Het ziet er niet alleen groot uit. Sommige auto's zijn groot en die rijden dan alsof ze een maatje kleiner zijn. Nee, deze rijdt ook echt alsof hij zijn maat is gewoon. 5,21 ja. meter lang, ja, dat voel je ook gewoon. En hoeveel pk? 551. Ja. En is het snel? Ja, voel maar even. Ja, oké. Okay. Oh, ga je wel lekker een zacht kussentje? Je hebt een zachte landing. Maar hij is inderdaad wel bijzonder vlot. Ja. Maar voor mij noemde je net het gewicht. Was 2700? Ja, 1705. Dat is wel pittig. Ja. Ja. Maar batterij was 100 kWh? Ja, 99 bruto. Okay. En zeg maar 90 kWh netto capaciteit. En daarmee kun je dan 300 km in de praktijk halen? Ja, Hoentje geeft 465 op WLTP bereik. Maar dat ga je, dat is bij veel EV's natuurlijk zo. Ja, maar 300 km ten opzichte van dik 450. Ja, het is wel lekker. Het verschil, toch? Maar hij verbruikt dus wel wat stroom. Wat je gemiddelde stroomverbruik? 30 kWh per 100 km. 30 kWh. Ja. En dat is gewoon netjes 100 op de snelweg. Dat kan wel iets beter, denk ik. We hebben in ieder geval elektrische auto's gereden. Ja, jij ook natuurlijk. Die wel aanzienlijk zuiniger zijn. Ja, qua efficiency scoort deze. Maar goed, je hebt de enorme grill gezien. Qua elkaar is dat niet wat. Nee. Ja, het is op zich ook niet heel verrassend. Ik bedoel, als je zo'n auto met een benzinemotor uitrust, dan kom je ook niet verder dan 1 op 5, denk ik. Nee, denk ik ook niet. Helemaal niet met dat gewicht. Nee. Maar, Chinees merk. Ja. Hoe doen ze het met de rijhulpsystemen? Want... Ja, ook dat. Leuk dat je over begint, want ook dat merkte ik wel, dat toen ik hier naartoe onderweg was op de snelweg, ik denk nou even Adaptive Cruise Control uitproberen en opeens blosot het systeem, ik heb er geen zin meer in. Oh? Hij viel gewoon uit. Okay. Het was gewoon system not possible due to bad weather conditions. We laten het hier nog wel even zien welke voor melding we kregen. Maar dat was wel gek, want de zon scheen gewoon en inderdaad, het was op sommige plekken wel een beetje mistig. Ja, maar misschien had hij dan toch met de zon of zo weggeblind of zoiets. Ik weet niet, maar het was in ieder geval, het is niet iets wat we zien bij, dan komen ze weer even, de Duitse merken. Ja. Want ja, dat is toch waar Honchi toch al mee concurreert. Het is echt een premium merk. Ja. En goed, ja, dan verwachten we ook wel dat die rijhulpsystemen gewoon premium aanvoelen. En ook als je de Adaptive Cruise Control aan had, als hij het wel deed, dan merkte je dat hij met het remmen, soms deed hij het heel goed. En soms deed hij het heel schokkerig. Dan één keer dan kwam hij zo, remde hij af. Ja. Ja. Maar daar is ruimte voor verbetering. Maar volgens mij is deze auto wel verbonden met internet. Ja, dus ik denk dat ze, dit kunnen ze wel, verbetering, mocht Honchi meeluisteren, ik ga er vanuit van wel. Ja. Dan kunnen ze dat wellicht met software over de air updates aanpassen in de toekomst. Ik denk het wel. En ik denk dat is wel echt nodig. Ik denk dat de hardware erin zit, maar inderdaad qua software een beetje verfijning. Want we zien het ook bij meer merken. We hebben natuurlijk onlangs ook wat BYD's op de redactie gehad. En ook een Chinees merk, Your Dreams. Met de Alta 3, binnenkort met de hand en de tang. Daar merk je het ook, dat kan allemaal nog iets verfijnen, maar dat kan ook. Het is niet zo, die auto verlaat nu de fabriek en die blijft zoals die is. Dat is wel het voordeel van de auto's van nu. Klopt. Stel dat de fabrikant nu een update wil doorvoeren, dan kan dat ook op latere termijn. Dus stel wij als autojournalisten kraken die auto echt helemaal af, dan hebben die fabrikanten nog ruimte om bepaalde systemen natuurlijk te fine-tunen. Ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij de infotainment. Je ziet bij sommige dingen dat de functies nog niet worden ondersteund. Ja. Nou goed, dat komt dan dus. En ook nu is het systeem nog, het menu nog in het Engels. Maar Honchi heeft vanmorgen ook bij mij aangegeven, er komt een Nederlandse vertaling. Dus ook binnenkort gewoon de menus in het Nederlands beschikbaar. Ik vind het wel indrukwekkend hoor, want ik heb hier ook dat display voor mijn neus. Online music, local music, video. Ik kan gewoon lekker filmpjes kijken. Ik kan, terwijl jij aan het rijden bent, kan ik gewoon lekker YouTube of Netflix, ik weet niet wat er allemaal mogelijk is, maar eens kijken. Ja, video. Ja, gewoon, je kan ook gewoon USB koppelen. Je kunt gewoon je telefoon waarschijnlijk koppelen en dan Netflix kijken. Ik vind het wel een indrukwekkende auto, Max. Ja, hij is wel goed hè. Ja, ik heb ook een beetje... Ja, Amerikaanse vibes, ook met het breedte van die middentunnel en het ziet er echt wel allemaal
ja, er imponerend uit. Inderdaad. Ik had ook heel erg het gevoel dat ik, als ik zeg maar, mijn ogen dicht zou doen, dat ik je dat in een Cadillac Escalade zou rijden. Ja, dat gevoel. Dat idee een beetje. Maar dat is wel een compliment. Ja, zeker. De Escalade is wel echt een naam. Niet zozeer Pimp My Ride imago, maar gewoon echt de Cadillac Escalade van nu. Dat is wel een auto waar je in gezien mag worden, zeg maar. Ja, en achterin zit je dus net zo comfortabel als voorin. Ja. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Maar mij opvalt, die stoelen houden die ook goed op je plek. Ja, ja, hij heeft wel goede steun. Ja, goed, zit lekker. En hij kan ook vrij laag. Klopt. Ja. Ja, en je hebt ook een mooie zittingverlenger erbij. Ja. Want dat zie je vaak ook wel in auto's die gericht zijn op de Aziatische markt. Dat bijvoorbeeld die stoelen, dat die vaak heel korte zittingen hebben. En dat je stuur niet ver naar je toe kan. En dat ze echt gemaakt zijn voor mensen die een maatje kleiner zijn, zeg maar. Ja. Ja, dat is bij deze auto echt niet het geval. Ik denk ook als je 2 meter plus bent, dat je hier echt nog heel relaxed in de. Dat in denk ik ook. Ja. Ik vind het wel een indrukwekkende auto eigenlijk. Ik vind het ook wel zien. Het moet wel een beetje smaak zijn met die grill. Het is eigenlijk wat je van straks voor me ook al zei, hè? Een beetje een Chinese Cullinan. Ja, klopt. Ja, het is echt wel. Maar hij geeft wel echt wel een premium gevoel voor de fractie van de prijs. Ja, dat ook. Want we rijden hier echt in de topuitvoering, President. Net iets meer dan 103.000 euro. Dat is veel geld, hoor. Ja, die zit dan in het zescijferige natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, als je gaat kijken naar de concurrentie een beetje. EQS bijvoorbeeld. EQS, nou, dat is ook. Dat gaat, ook dat gaat vaak wel hard met de opties ook. Ja, dus wel vanaf iets lager. Want je hebt wel verschillende uitrustingsniveaus bij Honchi. Maar het is wel zo dat de basisversie al wel goed in de spulletjes zit, of niet? Ja, klopt. Dan heb je ook al wel schermen. Ja, heb je ook niet de passagiersschermen, maar wel deze twee. Ja. Ook het touchscreen hier voor de klimaatcontrole en zo. Ja. Dan heb je gewoon een achterbank trouwens. Misschien wel de praktische keuze. Meer praktische keuze. Ja, zeker. Want je hebt de business, die staat onderaan. 83.000 euro, net iets meer. Dus dan stap je eigenlijk voor het geld ook al in een enorme auto. Hm. Daarboven staat de executive. Krijg je net iets meer spulletjes. Kijk vooral ook even de geschreven review op de site. Daar zullen we het allemaal nog even uitgebreid onder elkaar zetten. Ja. Anders wordt het hier ook zo'n droge opsomming natuurlijk. En dan heb je dus deze President. En dat is dan een zeszitter. Dus dan heb je echt die twee captain chairs achterin die we net lieten zien. En dan heb je echt alle luxe wat je wil. En dan hoef je ook echt niks meer aan te vinken. Dat is gewoon top. Ja. Ja. En qua regeneratief remmen, is het one-pedal driving helemaal tot stilstand? Nee, je hebt geen one-pedal driving. Je kunt hem wel een beetje met je rijmodi kun je hem iets meer laten afremmen. Als je hem in de rijmodus custom zet, dan remt hij iets meer af. Okay. Maar het is vooral als ik het gas loslaat. Dan ze hebben eigenlijk een vrij natuurlijke manier. Dus eigenlijk daarmee is een stap. Stel je bent een benzineauto gewend, ik weet niet welke auto je hebt. Maar dan is de stap naar deze EV heel natuurlijk. Ja. Want hij rijdt als een benzineauto. Had die BYD overigens ook. Totaal een auto over is. Maar bij BYD hebben ze gezegd, dat was een bewuste keuze van ons, omdat die stap dan wat kleiner is. Ja. Dus dan heb je, stel je rijdt een benzineauto of een dieselauto en je gaat elektrisch rijden. Je moet gewoon nog steeds zelf remmen om die auto tot stilstand te krijgen. Ja. Ik zou dan denk ik zeggen van voeg in ieder geval ook nog een one-pedal driving functie toe voor de mensen die wel EV's gewend zijn. Ja, ik vind het ook sowieso hoor. Dat je kan kiezen. Ja, dat je inderdaad configureerbaar, dat is bij deze auto nog wel even. Je hebt eigenlijk de rijmodus zoals we ze hier zien. En verder qua configureren, dat kan vrij weinig. Dus dat is gewoon, dit is het. Ja. Je hebt overigens ook nog een off-road stand, dat is ook wel grappig. Ja? Je kunt hem nog helemaal zo hoog zetten. Hij kan lekker omhoog en omlaag. Ja. En, maar goed, ik denk wel dat je vrij snel met je 2600 kilo al eigenlijk in de blubber vast komt te zitten. Ja, 27 voor mij. 27 kilo. 27 kilo. En dat is nog ex. Stel, je bent een hele gezin op pad, bagageruimte of bagage mee. Ja, dan kom je wel aardig richting het C1 onderwijs hier. Stel, je hebt een flinke schoonmoeder. Oei. Ja. Nee, zo'n geintjes. Dat is flauw. Nee, maar als je boven de 3500 kilogram gaat, dan heb je een grote rijbewijs. Ja, klopt. Maar als je moet samenvatten, zou je hem aanraden? Maar wel dus met een kleine kanttekening. Hij is natuurlijk relatief voordelig ten opzichte van zijn Duitse concurrentie. Maar ja, goed, je moet niet in alle opzichten verwachten dat je die verfijning ook krijgt. Het zit allemaal goed in elkaar, begrijp me niet verkeerd. Afwerking, interieur is echt wel goed. Materiaalgebruik is ook goed. Echt wel, zeker als je de Chinese auto's van een paar jaar geleden nog kent. Ja, het is echt indrukwekkend, hoor. Echt wel heel goed. Maar goed, bijvoorbeeld dat je dan de achterbank neerklapt en dat de stoel dan niet naar voren gaat. Ja, dat zijn van die dingen. Het is natuurlijk een boel geld, een ton. En de uitstraling moet ook je ding zijn.
Ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen hiermee bij klanten voor wil komen rijden. Nee, maar je hebt wel meteen een auto met een verhaal. Dat en ik denk dat je, inderdaad, zoals je zegt, je gaat ook omstanders wel naar je toe komen van, wat heb jij nou bij? Ja, klopt. Nou, je even moet uitleggen van, dit is de Honchi EHS9. Ja, nee, zeker. Ja. En meer modellen? Komen er meer aan of niet? Want we rijden nu voor het eerst in de EHS9 dan, maar er komt er wel meer aan of niet? Ja, ze hebben wel meer in de pijplijn. Wat er precies naar Europa komt, ja, dat is nog niet bekend. We weten in ieder geval dat ze in China leveren, ze ook nog een serie sedans. Onder de L9 is dat volgens mij. Dat is echt een enorme staatslimousine eigenlijk. De staatslimousine van Xi Jinping, die leveren ze ook. Oké, okay. Gezellig. Ja, dus goed, het clubje van mede-eigenaren, dat is vast een gezellige bol. Wat ik wel bijzonder vind, want je hebt natuurlijk al de Masters of Luxury gezien, hè? Daar heb jij ook al een video over gemaakt. Kun je over eens checken op ons YouTube-kanaal. Ja. Toen jij die auto liet zien, toen dacht je van, bijzondere auto. Misschien moet je hem in het echt zien. En ik heb hem nu in het echt gezien. En daar is hij wel echt dik. Ik vind hem echt, hij staat goed op zijn wielen. Het is echt wel een imposante auto. Ja, wat ook leuk is trouwens, is dat Honchi hem standaard op Michelin Pilot Sport 4 SUV banden zet. Goed rubber. Die doen het comfort ook wel goed. Ja. Maar goed, om nog even terug te komen op die vraag, zal ik hem aanraden? Ja, dat hangt dus heel erg ook wel af van de omstandigheden. Het is eigenlijk, moet je de Honchi zo zien, het is nog een beetje een ruwe diamant. In de basis, de ingrediënten zijn er echt wel om hier een hele goede auto van te maken. Maar er zijn nog wel een aantal puntjes die, hè, zoals we net al zeiden, softwarematig best wel aangepakt kunnen worden. En die ook wel nog even wat aandacht verdienen. Ja. Maar als Honchi dat goed aanpakt en goed doorzet, dan kan dit echt wel een goede toevoeging zijn eigenlijk aan de Nederlandse markt. En elektrische 6 of 7 zitters, die zijn er nog niet heel veel. Nee. Nou ja, ik vond het wel eens een keer leuk om op de bijrijdersstoel te zitten. Ja, leuk toch? Voor de verandering. Ja. Gezellig, leuk dat je erbij was. Ja, dat je aan wilde schuiven eigenlijk. Top. Ja. Bedankt voor het kijken, zou ik zeggen. Ja, en tot de volgende video. Vergeet je ook niet te abonneren op het YouTube-kanaal. Even zo'n duimpje, ook leuk. En reageer even wat jij van deze auto vindt. Ja, tot de volgende. Tot de volgende keer, hè.